Ja, zoals gezegd, ook minister Wijs bij mij. Ja, u heeft de nota van de Oosterweel-intendant daarnet een kompas genoemd. Mm-hmm. Ligt er nu dat kompas? Is nu gedaan met overleggen? Want we hebben het kompas, hè? Nee, het is integendeel zelfs misschien eerder het begin van een nog nader overleg, verdere verfijning op basis van die ambitienota. De intendant heeft ook een voorstel gedaan in zaken de oprichting van een werkgemeenschap. Ik vind dat een goed idee natuurlijk om ook de actiegroepen en anderen mee te nemen in de begeleiding van de verdere werkzaamheden en de realisatie van uiteindelijk die overkapping. Dus dat wordt de plek van het overleg? Ja, ik denk dat dat een goede zaak is om ja, vooral die samenwerking een vaste structuur te geven. Ja. En ook het engagement aan te gaan, duidelijk te zeggen, want het is ons menens met die realisatie van die overkapping. Ja, ik vraag natuurlijk naar dat overleg omdat een van die burgerplatformen, Ringland met name, het moeilijk blijft hebben met het tracé, het noordelijk tracé dan, het Oosterveel-tracé, ook wel eens BAM-tracé genoemd. Daar wordt niet meer aan getornd? Maar ik kan maar enkel zeggen dat die verschillende tracés zijn tegen elkaar afgewogen. Een studie die jaren hebben geduurd. We hebben daar 2 miljoen euro aan uitgegeven, enkel aan studiekosten. En waarbij dat men tot de conclusie komt in eigenlijk 3 grote studies, namelijk een milieueffectenrapportering, een maatschappelijke kostenbatenanalyse en een ruimtelijk veiligheidsplan. En waar dat men bijvoorbeeld zegt ten aanzien van dat noordelijke tracé, dat zelfs onveilig is, gelet op de aanwezigheid van chemische en wat men noemt CVZO-bedrijven. Dus wie ben ik? En we hebben nu al die kosten uitgegeven. Er is een tracé gekozen op basis van een onderlinge vergelijking. Ja, dus de keuze is gevallen op Oosterweel. En zelfs moest ik willen, ja, maar ik zou niet kunnen, want dat zou ook betekenen dat we dus al die studies dan maar de vuilbak in kieperen. En ja, dat we uiteindelijk nog 4 jaar langer gaan moeten wachten, want als je een nieuw tracé zou uitkiezen, ja, opnieuw verschillende procedures al randen. En dan ben je terug 4 jaar verder. Ik had daarnet ook Jasmin Kerbach bij mij hier aan tafel. Die blijft twijfelen aan uw bereidheid om meer te investeren in openbaar vervoer. Wat de intendant trouwens ook vraagt. Hè, om het verkeer op de ring zelf te gaan reorganiseren. U heeft haar geantwoord wat er dan bij komt. Hè, aan capaciteit bij de lijn en die waterbussen, park-and-ride-zones enzovoort. Ja. Maar zegt ze, dat zijn aankondigingen, investeringen van enkele jaren geleden. De intendant vraagt extra daarbovenop. Komt dat er ook? Wat de plannen van de intendant betreft, dat is een verdere verfijning en dergelijke. Maar ik kan maar enkel zeggen... Maar goed, heeft het wel een voorwaarde genoemd, hè, dat extra openbaar vervoer? Ja, maar en dat openbaar vervoer, dat komt er ook. Bovenop wat al jaren geleden is aangekondigd. We zijn momenteel, zelfs met Brabo 2, dat moet ook nog gerealiseerd worden. Dat spreken we denk ik tegen 2019 ongeveer. Kan je dat even duiden, Brabo 2? Brabo 2 is eigenlijk 10 kilometer nieuwe tramlijnen. Ook opnieuw. Dus waarbij dat men ook van buiten Antwerpen toch met een beetje jaloerse ogen daar naartoe kijkt. Maar belangrijk is dat dat masterplan, dat in zijn totaliteit, dat gaat maar over een 16 kilometer weginfrastructuur. Maar 24 kilometer traminfrastructuur, 60 kilometer fietsinfrastructuur, 30 hectare extra groen en 39 hectare extra bos. Wil men die boodschap alstublieft in het rond bazuinen? Ja. Want als men dan zegt, ja, je moet werk maken van ook van een modal shift, wel, die modal shift zit daar verdorie in en we betalen daar met z'n allen veel geld voor. Ja, nog één vraagje over de kostprijs, 9 miljard. Het gaat natuurlijk ook een generatie deuren, heeft de intendant gezegd, om de werken uit te voeren. Gaat u die buiten de begroting proberen te houden? Want dat is de afgelopen jaren wel gebeurd, hè? Ja, dat zal gelukkig mijn begroting niet zijn. Wat wilt u dat ik mij nu engageer? Het is voor de toekomst natuurlijk. Dit is een beetje zoals het Sigma-plan. Het Sigma-plan dat we... In 1977 zijn begonnen en vandaag nog aan bezig zijn. Maar goed, moet het buiten de begroting blijven dan? Ja, maar weet je, waar vraagt u mij nu van een engagement te nemen ten aanzien van facturen die worden moeten voldaan? Maar wacht even. Ik weet het, maar ik vraag natuurlijk omdat het Rekenhof enkele dagen geleden daar kritiek heeft op gehad. Ik ga even antwoorden. Wat een engagement te nemen ten aanzien van facturen en rekeningen die moeten worden voldaan door een volgende regering en de regering daarop en een volgende politieke generatie. Dus wat... Gaat u volgend jaar nog in Oosterweel kosten maken? Zeker en vast. En, binnenbegroting dan? Daar zijn we nu bezig en we hebben het... Ja, maar het is binnenbegroting. Oké, dat is duidelijk. Ja, maar nee, maar wacht even. Wat is die discussie? Het is niet over binnen of buiten begroting. De discussie gaat over binnen of buiten de begrotingsdoelstelling. Wij zeggen, heel eenvoudig, wij hebben een evenwicht. In de doelstellingen?
in de doelstelling. En dan zegt hem, ja, maar je hebt ook je uitgaven in zaken Oosterwel, je moet die daarbij tellen. Wij zeggen, nee, dat is een structurele investering die zichzelf terugverdient, dus dan moet je daar niet bij tellen. Dat is gewoon de discussie. Dus eigenlijk bijna, ja, over geslachte engelen. Het is een discussie waar het Rekenhof natuurlijk wel kritiek op had, hè, de afgelopen jaren. Het is een boekhoudkundige discussie. Oké. Okay. De ene zegt, ja, dat moet in deze tabelletje, en de ander zegt, nee, dat mag in het andere tabelletje. Voilà. Okay. En, maar uiteindelijk hebben wij de vaste ambitie om te zeggen, we gaan die investering doen, we gaan die uitgaven goed. Oké, minister Wijs, bedankt voor uw komst. Actua TV, het hele verhaal.